aflevering maken van mijn serie What's in the Box. De eerste aflevering werd super goed ontvangen door jullie. Dankjewel daarvoor. Ik vond het super leuk dat jullie net zo graag met mij de berging wilden opruimen als ik zelf. En het is natuurlijk ook wel heel erg grappig om gewoon te zien wat er allemaal uit de dozen komt. Dus vandaag heb ik wederom 3 dozen voor jullie verzameld uit de berging. Ik weet niet exact wat erin zit en we gaan ze samen uitpakken. Dit zijn ze. Je ziet er nu maar 2, maar hieronder zit er nog eentje. Ik zie er een beetje tegenop, maar ik heb er ook wel weer zin in. Maar ik zie er tegenop omdat het zoveel spullen zijn. Het zijn zoveel spullen, jongens. Laten we gewoon beginnen met de eerste doos en dan gaan we gewoon kijken hoe ver we komen. Een aantal van jullie zeiden trouwens de vorige keer van Teske, je gooit zo weinig weg. Waarom hou je zoveel? Het is wel zo. Ik heb gewoon heel veel dingen met emotionele waarde en ik ben een beetje een hoarder. Ik zal nooit iemand worden met een minimalistisch huis met weinig spullen. Dat is ook helemaal niks voor mij. Ik hou helemaal niet van minimalisme. Dus dat is ook niet het doel van deze video's. Ik zal ongetwijfeld meer spullen houden dan heel veel van jullie zouden doen. Maar dat vind ik ook wel lekker. Ik hou gewoon wel een beetje van spullen. Dat geef ik gewoon toe. De eerste doos en kijk nou wat eruit steekt. Ik heb dit ongetwijfeld wel eens laten zien op mijn kanaal. Maar voor de mensen die dit niet weten, dit is Troetel. Dit is mijn favoriete knuffel. Ooit. Hij ligt nu dus al een jaar in de berging, maar dat komt gewoon omdat ik niet meer met knuffels slaap. Maar Troetel kreeg ik van mijn goetrielerares. Het is een poppel, dat is zeg maar het merk van de knuffels. Ik heb deze nog nooit ergens anders gezien, maar kijk, ik haal hem nu dus uit zijn buideltje. En dan is het gewoon een soort van ruimtewezentje met een staartje. Poppel moet ik echt houden, want dit is echt iets van vroeger. Ik heb echt jarenlang met deze knuffel geslapen, ermee gespeeld. Dus deze mag niet weg. Vorige keer liet ik trouwens niet zien wat de stapels waren. Er zitten namelijk ook af en toe dingen tussen die ik niet laat zien in de video. Gewoon omdat het een beetje niet zo boeiend is. Dus dan ga ik snel weer verder. Maar dit keer zal ik ook de stapels laten zien van wat ik haal en wat weggaat. Het volgende wat ik pak. Ik heb dit ooit gekocht, volgens mij op eBay, voor een Halloween video. Nepbloedcapsules en vampiertanden. Maar kijk naar die vampiertanden. Als je dat in je mond doet, dan ziet er echt alles behalve natuurlijk uit. Echt super lelijk. Die bloedcapsules. Ja, ik ben bang dat het niet meer goed is, man. Ik durf dit echt niet in mijn mond te stoppen. Ik heb dit echt super lang geleden gekocht. Dit ga ik niet bewaren. Oh, dit is zo leuk. Francine Ome, hoe overleef ik van alles en nog wat? Ik heb alle hoe overleef ik boeken gelezen. Volgens mij tot en met hoe overleef ik mijn ouders. En daarna heb ik een paar nog niet gelezen, omdat ik toen gewoon, ja, wat volwassener werd. Maar het lijkt me wel heel leuk om die alsnog nog een keertje te lezen. En dit is het boekje Hoe overleef ik van alles en nog wat. Het is een soort van survival gids over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld hier. Survival tips voor een saai en suf leven. Je leeft maar 1 keer. Hier en nu. Zeg nooit tegen jezelf dat je iets niet kunt. En luister vooral niet naar mensen die dat tegen je zeggen. En zo heb je echt allemaal dingetjes. Oh, ik vind het moeilijk. Het doet pijn. Het doet pijn om dit weg te doen. Ik weet dat ik er niet in ga kijken, want dit is meer voor jongere mensen. En ik ken heel veel van deze tips, want ik heb dit boekje echt, het is helemaal zo omgeslagen. Ik heb dit echt veel gekeken, maar ik ga hem toch bewaren. Hij is me te dierbaar. Francine Ome was echt een groot deel van mijn jeugd. Misschien is het beeld een klein beetje veranderd, want ik moest even de batterij van de camera vervangen. Sorry. Ik zie het nu al. Deze doos zit echt vol met dingen die gewoon belangrijk voor me zijn geweest gedurende mijn leven. Zoals deze poncho. Ik heb hier zo'n goed verhaal bij. Nee. Hij zit nog gewoon in de verpakking. Ik heb hier een poncho in de verpakking. En deze heb ik ongetwijfeld echt al jaren teruggekregen of gekocht. En toch denk ik dat ik hem hou. Is dat stom? Ik bedoel, een poncho komt altijd wel van pas, toch? Maar ja, ik heb hem echt al jarenlang niet gebruikt. Ga ik hem denk ik ooit aandoen? Dat kan ik beter aan mezelf vragen. Het antwoord is nee. Nee. Dit is een yo-yo, my god. Even kijken of ik dit nog kan. Ik was hier vroeger best wel oké in. Leuk spel blijft dit, hè? Echt goed. En hij geeft nog licht ook. Ja, dit is weer zo'n ding, weet je. Ik bedoel, als ik later kinderen heb en dan zegt ze van, man, waar speelde jij vroeger veel mee? Dan is het toch fantastisch als ik ze deze yo-yo kan laten zien. Er zit gewoon een freaking lichtje in. Ik ga hem bewaren. I don't care. Ik ga hem bewaren. Oh. Oh, dit is zo leuk. Ik word bijna emotioneel. Dit is niet mijn eerste vlogcamera, maar dit is wel de camera. Ik denk waarmee ik het meeste succes heb geboekt op YouTube. Eigenlijk het moment waarop ik een beetje groot begon te worden. Dit is mijn Sanyo vlogcamera. Het is een raar ding. Het lijkt op een pistool een beetje. Op een gegeven moment deed hij het niet meer. Er was iets mis met de batterij. Toen heb ik een nieuwe gekocht. Maar ik heb zoveel plezier gehad van dit ding. En had het best wel goede kwaliteit voor de prijs die ik ervoor betaalde. Dit soort dingen moet ik gewoon bewaren, weet je. Ik bedoel, memories. Je moet echt gewoon herinneringen koesteren, man. En als ik dat extra kan koesteren door dit over 10 jaar er nog eens bij te pakken. I want it. Oké, in de categorie iets minder belangrijk in mijn leven, maar wel grappig, deze brillen. Ik heb deze echt gewoon letterlijk wel eens naar school gedragen, gewoon zo op mijn hoofd.
Die gaan weg. Dit zijn eetstokjes. En die heb ik ooit gekregen van iemand. Het zijn echt hele mooie eetstokjes. En dit vind ik wel een soort van collector's item. Want ze komen volgens mij ook echt uit Japan. Of uit China. Volgens mij komen ze uit China. Maar dan heb ik hier andere eetstokjes. En deze heb ik waarschijnlijk ooit gewoon ergens gekocht. Ja, dit vind ik niet boeiend om te hebben. Dit is, een keycord. Of een keycord. Ja, een keycord. Van toen ik voor de allereerste keer naar de Amsterdam Fashion Week mocht met het merk Redken. En dat was heel leuk en heel bijzonder voor mij. Dus die heb ik toen bewaard. Nu, ik denk niet van, wow, dit is echt een belangrijk ding geweest in mijn leven. Dus die gaat weg. Een pakje Silly Bands. Weten jullie nog dat Silly Bands helemaal in waren? Voor de mensen die de hype hebben gemist, Silly Bands zijn bandjes die een figuurtje hebben. Oké, dus een Silly Band is een armbandje, maar hij heeft de vorm van iets. Dus dit is de vorm van een microfoon, want ik heb hier een muziekset. Ik heb hier ook nog een gitaar. Maar als je ze omdoet, dan zijn het gewoon rubber bandjes. Maar op een of andere manier was ik zo geobsedeerd door deze bandjes. Ik was echt helemaal fan. Ik heb er echt tientallen gehad. Ik zie er nu echt maar één bakje bij. Dus het zou kunnen dat ik die andere allemaal heb weggegeven. Maar deze ga ik ook niet houden. Dit is ook niet iets waarvan ik denk van dit moet ik later echt aan mijn kinderen laten zien. Wat is dit? Oh, dit is een telefoonhoesje. Dit is wel heel grappig. In de vorm van een camera. Maar daar heb ik niks meer aan nu. Dit is wederom een hele oude camera. Volgens mij is dit mijn allereerste vlogcam geweest. Mijn allereerste eigen camera. Een Sony Cybershot. Hij is heel licht, heel klein. Het is echt een flubber ding. Maar dit was wel het begin. Het allerbegin van alles. Die moet ik natuurlijk wel bewaren. Die mag later in een soort van vitrinekast in mijn huis. Voor de mensen die mij heel lang volgen. Dit zijn oortjes met allemaal figuurtjes erop. Die heb ik ooit in een unboxing laten zien. Die heb ik toen met heel veel enthousiasme gekocht op eBay. Maar de geluidskwaliteit die eruit komt is echt troep. Dus die heb ik volgens bijna nooit gebruikt. Er zitten echt allemaal oude apparaten in. Dit is mijn iPod Touch. Ik was hier zo trots op toen ik deze had gekocht. Want het voelde een beetje alsof ik een iPhone had, maar dat had ik natuurlijk niet. Maar ik had echt zo'n gevoel van, oh, nu hoor ik een beetje bij de cool kids. Want alle coole kinderen hadden een iPod Touch of een iPhone. Maar helaas, ook deze begaf het na een paar jaar. Dit heb ik ooit volgens mij van Saske gekregen. Ik vind hem heel schattig, maar sorry Saske, ik ga hem wel wegdoen. Ik heb deze wel echt lang aan mijn sleutelhanger gedragen en deze trouwens ook. Deze had ik in mijn kamer hangen en deze had aan mijn sleutel. Ik vind ze heel cute, maar het is niet iets wat ik nu nog zou dragen. Wat is dit? Ik schrok me kapot. Het is een frisbee. Deze Eiffeltoren heb ik gekocht in Parijs. Die wil ik wel graag bewaren. Het was echt een van de eerste souvenirtjes ooit die ik kocht. Oh, hier heb ik ook zoveel mee gespeeld. Oh, dit is zo oud. Dit is een ei en hier zit zo'n slimy spul in. En dit slimy spul stuitert. Oh. Oh shit. Dit is inmiddels zo oud en er zit zoveel stof in. Dit moet weg. De doos wordt leger en leger. En ook dit was een van mijn favoriete speelgoeddingen. Super irritant. Maar ik kon ook een trucje. Even kijken of ik die nog kan. Oké, kan het niet meer. Maar ik kon dus heel lang dat hij zo tegen elkaar aan bleef kletsen. Ik heb hier suiker en er zit dan laxeermiddel in, waardoor iemand dan heel veel naar de wc moet. Het is helemaal niet grappig. Waarom heb ik dit? Ik haat dit soort prank dingen. Het is toch helemaal niet grappig als je dan diarree daarvan krijgt. En dan tot slot nog een oud apparaat. Dit was mijn Samsung Star. Ook bij deze dacht ik al van, oh hij lijkt best wel veel op een iPhone. Dan ben ik vast cool. Nope. Dit was mijn tweede mobiele telefoon. Mijn eerste ligt nog bij mijn ouders thuis. Doos 1 is leeg. Deze tweede doos. Oh, zwaar. Deze zit vol met beauty dingen. Ik ga alleen maar de dingen laten zien die interessant zijn. Want het zijn ook heel veel gewoon douchegels. Zo van, ja, leuk. Echt van alles. Dit is, ik heb het ook zo rommelig hierin gegooid gewoon. Deze heb ik van Sanne gekregen. Dat is een strik voor je haar. Deze ga ik nu in mijn haar doen. Dat vind ik leuk. Niet dat je er iets van ziet, want de camera staat te laag. Maar kijk. Tricky. Dit is een krultang van Carmen en volgens mij heb ik hem nog nooit gebruikt. Want volgens mij heb ik deze gekregen toen we gingen verhuizen. Dus ik ga deze proberen. Kijken of hij mijn Remington verslaat. Zo niet, ga ik hem aan iemand anders geven. Want ja, ik hoef eigenlijk maar één krultang. Waarom zou ik meerdere krultangen nodig hebben? Etui. Hier zit zo'n eng apparaat in dat je neushaar trimt. Mij niet gezien. Dat is echt niks voor mij. Ik doe hem weg. Een minifoon. Dit zijn echt perfecte dingen voor op vakantie. Ik kom echt allemaal dingen nodig waarvan ik het afgelopen jaar dacht van, oh, lijkt me best handig om in huis te hebben. Bladerpleisters. Wat is dit dan? Oh! Dit komt serieus goed uit, want ik ben mijn nagelschaartje kwijt. En hier zit een nagelschaartje in. En allemaal andere dingen. Andere nagelknipper, pincet, vuiltje. Ontharingsspray. Dat vind ik echt super creepy. Deze gaat weg. And I'm every one of them I touch is
just like I'm poisonous. Ja, weet je, hier zitten gewoon nog een heleboel beautyproducten in. Body lotions, shampoos. Ik ga dit niet allemaal laten zien. Dit is echt veel te veel. We gaan op naar de volgende doos, want daar zitten weer interessantere spullen in. De laatste doos. Ik heb zoveel artikelen geschreven over bepaalde opschrijfboekjes waarvan ik dacht dat je het echt moest hebben. Waarmee ik vervolgens nooit iets gedaan heb. Ik hoop echt dat ik ooit nog in mijn leven tijd heb om deze boekjes te vullen. Dit is een super mooi opschrijfboekje van Paper Chase. Ik heb er ook in geschreven volgens mij. Maar wel heel leuk hoe ik dit schrijf. 20 maart 2015. 12:05 s'nachts in bed met muziek van Demi Lovato op. En dan begin ik zo met dagboek entry. Ik heb er nog niet heel veel in geschreven, maar ik ga dit wel bewaren. Ik vind het een erg mooi boekje. Dit zijn oorwarmers. Wel lekker warm, maar ik heb echt veel leukere oorwarmers. Dus deze gaan weg. Allemaal lege mapjes. Oh, deze heb ik voor kerst gekregen toen ik... Oh, deze doos is helemaal niet zo heel vol. Dat dacht ik dus. Maar er zit een doos in een doos. Sorry. Dit is het Bookmaking Faces. Toen ik net met make-up begon, wilde ik dit zo graag hebben. Toen heb ik dit gekregen voor Sinterklaas. Het is een best wel all-out boek. Nou ja, niet super oud, maar het komt uit welk jaar? Het komt uit het jaar 1997. Dus toen is dit boek al geschreven. Met allemaal dingen over make-up. Dit was mijn favoriete bladzijde trouwens. Allemaal verschillende looks, technieken. Het is een heel mooi boek. En ik vind dat dat wel een soort van stuk van mijn jeugd representeert. Dus die hou ik. Wat is dit? Oh, dit is mijn Universal Music pen. 2 maart 2015 heb ik getekend bij het platenlabel Universal Music. Toen heb ik deze pen gekregen. Dat is een soort van geschenk wat ze aan al hun artiesten geven. Dus het staat er ook op. Universal Music, 2 maart 2015. Dit is zo'n mooi aandenken voor later. Deze hou ik sowieso. Dan heb ik hier mijn kitlens. Dat was mijn allereerste lens ooit voor deze camera. Maar die is helaas kapot gegaan. Ja, waarom zou ik deze eigenlijk nog bewaren? Dan heb ik dus hier een föhn. Maar ik heb al een föhn. Ik ga hem ook niet uitpakken ook, het is gewoon een föhn. Maar ik heb echt een super fijne föhn, dus deze hoef ik niet. Echt Marokkaanse argan zeep. Gekregen van een vriendinnetje van mij met de Marokkaanse ouders. Arganolie. En hier ook nog zo'n grappige groene lipstick die dan rood wordt als je hem opdoet. Ik zal hem eens opdoen. Dus hij ziet er gewoon groen uit. Maar nu op mijn lippen wordt het rood. Herinneren jullie nog het picknickverhaal van de vorige keer? Daar horen deze bakjes ook bij. En dan het allerlaatste uit de doos is het Feel Good kleurboek. Dit is echt een super leuk kleurboek. Ik heb er ook al in gekleurd. En kleuren is een van mijn hobby's. Dus ik hou deze heel erg graag. Want als ik even ontspanning nodig heb of zo, dan ga ik altijd even kleuren. Dus deze doe ik ook bij de stapel. Volgens mij heeft mijn moeder dit boek ook. Super grappig. En dan hebben we alweer 3 dozen leeggeruimd. Ik heb hier best wel wat spulletjes waarvan ik trots ben op mezelf dat ik ze wegdoe. Die gloednieuwe föhn bijvoorbeeld. En wat maskertjes die ik wegdoe. Wat ik best nog wel gewoon lekkere maskertjes vind, maar ik heb al heel veel maskers. Maar ik heb natuurlijk ook een grote stapel met dingen die ik wil houden. Maar misschien denk ik wel later van, oh, dat had toch wel weggekund. Maar ja, dan maakt het toch ook niet uit. Dan doe ik het gewoon later nog een keer weg. Mijn lippen zijn echt mooi rood geworden van die lipstick. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit was aflevering 2 van What's in the Box. Als je het leuk vond, laat het me dan vooral weten. En dan voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Super veel hartjes en ik zie jullie morgen weer. Doei doei!